Hallo kijkers van Marscheck, en welkom bij weer een nieuwe aflevering. Wij gaan samen met nog iemand, Mark, een duikboot bouwen voor school. Nou mochten we geen echte duikboot bouwen, dus maken we een kleintje, want school was helemaal van, oh, dat is niet veilig. Dus nu maken we een kleine duikboot, maar om die duikboot omhoog en omlaag te laten gaan, willen we de lucht in en uit laten lopen. Maar we hebben dus wel een soort opslagcontainer nodig waar lucht in kan. Dus dan nu hadden we nagedacht van, nou, waar in huis kunnen we iets vinden waar we heel veel lucht in kunnen drukken? Nou, iedereen heeft in huis al petflessen. En petflessen, die zijn gemaakt om, best wel wat druk tegen te houden, omdat er ook koolzuur natuurlijk in zit in de frisdrank. Ja, dus wij wouden wel testen hoeveel druk dat eigenlijk aan kan. Dus we zijn even naar de fietsenmaker gegaan, hebben een ventieltje gehaald, door de dop gedaan, gaatje geboord, vastgedraaid. En toen gingen we pompen en kijken hoeveel druk dat nou aan kan. Nou, zoals je ziet is Mark nu flink aan het pompen. We zitten nu ongeveer op 7 bar. Nou, dat betekent dat voor een 1,5 liter fles zit er ongeveer 7 keer 1,5 is 10,5 liter in. Nou, 10,5 liter lucht in een 1,5 liter fles. Oh, nou, je ziet nu ook dat de rimpels en de bubbeltjes en het patroon van de fles er een beetje uit wordt gedrukt. En dat wordt nu gewoon één vloeiende cilinder. Nou, we zitten nu op 10 bar ongeveer. Nou, hij ontplofte. Er kwam flinke schokgolf natuurlijk. Er komt uit de plek waar normaal 1,5 liter lucht zit ineens 10 bar ongeveer iets meer. Dus ongeveer 15 liter lucht vrij. Dus dat is 10 keer zoveel volume komt er vrij. Schok, knal. En je ziet ook allemaal condensdruppeltjes. Dat komt omdat de lucht die uit een hoge druk komt, die komt ineens heel veel af. Dat wordt heel koud. Daarom als je met een deelbus op je hand spuit, bevries je hand ook en krijg je ook brandwonden. Nou, omdat dus in de deelbus zit een hoge druk. En als het naar een lage druk gaat, dan wordt het heel koud. En in koude lucht wordt het water dat in de lucht zit, dat komt eruit en het wordt condens. En daarom zie je ook een witte wolk. Dus dat is eigenlijk een soort mist. Water in de lucht. Ik denk dat de veiligheidsmaatregelen niet onterecht waren geweest. Ja. Hoeveel bar ging je nou? Iets meer dan 10. Iets meer dan 10 bar. Nou ja, het dopje daar. Je hebt alleen nog maar het platte stuk waar het ventieltje aan vast hebben gemaakt. En de verpakking ligt er nog. En hier ligt het stuk. En hier. Maar je kunt moeilijk nog zien dat het een fles is geweest. En waar de rest is, dat weet ik even niet. Nou, we weten dus dat bij meer dan 10 bar de fles stuk gaat. Dus voor onze duikboot gebruiken we misschien 5 en maximaal 7 bar aan lucht. Dus dat betekent dat bij 5 bar zit er ook alweer 5 keer 1,5 is 7,5 liter lucht in. Nou, dus daar kan de duikboot vast wel mee omhoog. Nou ja, de explosie was best spectaculair. Je voelde echt die schokgolf en de vogels die vlogen allemaal uit de bomen. Dat kon je helaas niet zien op de video, maar het was best wel een flinke kanaal. En, je kunt het ook wel zien aan dit dopje. Tenminste, het dopje, het was ooit een dopje. Het hele gedeelte waar ooit het schroefdraad op gezeten heb, dat is verdwenen. En nu heb je gewoon, een schijfje met het gaatje erin waar het ventiel in zat. Dus, dit was Marscheck voor vandaag en tot de volgende keer. En, misschien is jullie wel opgevallen, we hebben een soort met verandering aangebracht.